Ja, loop even voor de camera. Goed zo. Lachen, even lachen. Nee, lachen. Nee, hier, nou, kom maar. Nou, lachen, nou. Lachen. Ja, goed zo. Toon, geen fret, hè? Nee, nee. Ja, Fred geniet van een vakantie. Ja, ik hoop dat je nog een beetje mooi weer krijgt. Ja, ja, hoe zeggen ze dat? Krijg wat je... Wat je verdient, ja. Henk en Jannie Maas. 60 jaar getrouwd. Ja, kijk, hij. Dat is een lange tijd, of niet? Dat is een hele lange tijd. En zij woont vanaf de geboorte nog steeds in hetzelfde huis. Dat is uniek, hè? 80 jaar gewoon in het... Ja, dat maakt het niet vaak met. Op de oude baan. Ja. Zullen we even... Duimpje, hè? Duimpje. Ja. Gefeliciteerd. Volg de Oranje Leeuwen een beetje. Ja, 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 ja. Ja? Lieke het... Lieke is de eerste goal daarvoor. Eerste goal, ja. Die had gewoon zeg maar gezegd, nou, zo moet het dan. En de rest volgt. Toen hadden ze vertrouwen erin. Ja. Nu moeten ze geloof ik zondag weer, hè? Ja, tegen de stunters. De stunters, wie zien dat? Ja, dat had ook niemand verwacht. Tegen Zuid-Afrika, hè? Oké, nou ja, ik vertrouw op Lieke. Ja, ja, maar ze zijn toch best moeten blijven doen. Hey, over voetbal gesproken. Ja. Aanstaande zondag is de eerste training voor de nieuwe MSH Maasduin. Ja. En dan wordt zeg maar gekeken, selectie bepaald, de krachtmeting en de duurtest en het fitheidtest. Dus ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Ze hebben twee sessies gebruikt, hè? Ja. Ja, en ik hoop wel dat er dan ook een eerste elftal komt, wat echt helemaal gemengd is door de dorpen. Ja. He, dus dat van alle dorpen daar... Ja, het zal wel moeilijk worden, denk ik. Goede trainers. We gaan het zien. Ja, ze moeten er best mee doen, hoor. Ja. Maar Waal heeft hij zich ook al aangesloten? Nee, die gaan nog eerst een keertje in de kelderdivisie spelen. Oh. Die gaan echt het afvoerputje nog één keer ballen en dan... Nou, dat is wat Offerdee. Wat Offerdee en dan willen ze volgens mij de club opheffen met een kampioenschap. Dus het is alleen jammer dat ze geen ambities hebben. Dus. Nee, dat is ook jammer. Want dan zaten we echt wel wat schreven. Ja, ja. Goeie, ik denk dat er hele waardevolle spelers daar hadden gezeten. Ja, die echt de MSH hadden kunnen versterken. Ja, daar hadden we niet één vast. Dat weet ik wel zeker. Ja. Nou hadden we vorige keer over Jan Linders. Hè? Dat hij dicht gaat en de schappen zijn al steeds leger. Dus er zit bijna niks meer aan. Het is bijna een Poolse supermarkt. Ja. Maar het wordt Albert Heijn. Nu heeft Jan Linders het contact opgenomen met ons. Dat, het klopte niet helemaal, want ze blijven wel als Jan Linders, maar ze gaan alleen als franchiser verder. En, maar feit is wel, dan moeten 90 fulltime krachten eruit. Ja. Bij het servicekantoor. Ja. Maar wat ze wel konden zeggen, dat een groot deel van onze trotsproducten... Hey, die blijven. De vlaaien, het brood, soervlees, kalde schottel. Speciale biertjes. Ja, speciale biertjes. Dus daarmee willen ze dadelijk... Toch wel de trend willen voeren. Ze willen een beetje hun klanten blijven kietelen daarmee. We gaan het zien. Maar ja, dus, je gaat ook niet helemaal weg. Hè? Want hij wordt de grootste franchiser van... Hij wordt de grootste franchiser van Nederland voor Albert Heijn. Ja. Dus dat is... Maar het is wel Albert Heijn wat op de gevel komt. Het is, als we het dan eens, zullen we het dan Jan Heijn gaan noemen of Albert Linders? Wat vind jij? Ik denk Albert Linders. Reageer even hieronder. Ja. Albert Linders of Jan Heijn? Ja, ja. Laat maar even weten. Klein prijsje. Reactie eronder, die krijgt een klein prijsje. Ja. Van Toon vorige week. Ja, gauw regelen. Toon. En dan goede ontwikkeling van Mozaïek. Mozaïek krijgt er wel wat bij. Easy Active Studio. Ja. Een sportschool waar je volgens mij heel modern. Waar je gewoon met een code of zo naar binnen kan. Ja. Of met een bandje. Ik weet niet precies hoe het werkt. Ik ben niet zo van de sportschool. Geen wel gelukkig. Ja, gelukkig. Ja, dan krijg je... Maar dan kan er straks gesport worden op Mozaïek. Ja. Hoeven ze niet meer naar de sporthal. Nee, Optisport krijgt eindelijk concurrentie. Ja. Dus, dat is ook niet zo verkeerd. Nee. Het zal me niks verbazen als Optisport nu ineens met aanbiedingen komt en goedkopere tarieven. Ja, nou ineens wel. Ze zijn wel iets te moeten. Laat. Ja. Te laat. Ja. En dan Hamert. Ja. De gemeente is weer op de vingers getikt door de Raad van State. Kost dan weer geld. Ik weet niet hoe dat zit. Ik denk dat ze toch niet het juiste juridisch advies krijgen hier bij de gemeente. Niet. Ik weet het maar dat gaat heel veel geld kosten. Want de oud-eigenaar,
die de procedure heeft aangespannen, die zegt gewoon, ik ga miljoenen claimen. Ja. Planschade wordt dat straks genoemd. Ja, planschade. En dan zeggen ze planschade, allemaal leuk en aardig. Maar gelukkig heeft de gemeente meer dan 4 miljoen positief saldo over dit jaar gerealiseerd. Of over afgelopen jaar. Maar die kunnen ze aan betere manieren besteden. Nee, dat hebben ze gewoon niet besteed aan ons burgers. Ja. Hoe kan een gemeente nou 4 miljoen positief resultaat hebben? Ja, ik snap het niet. Ik snap er helemaal. Dat geld is niet besteed aan ons. Nee. Maar dus gelukkig hebben ze 4 miljoen over. Ja. Dan kunnen ze die miljoenenclaim kunnen ze zo. Ja, even aftikken. Aftikken, hè? Dat had niet gehoefd, hè? Kijk, nee, ik snap het echt niet. Ik denk dat ze toch eens een keer een andere advocaat moeten nemen bij de gemeente. Ja, of een andere raad die iets meer ziet. Ja, heeft de raad zitten slapen, dat kan ook. Ja, vind ik wel. Ja, want de raad die moet erop toezien dat... Die heeft daar een beslissing in genomen toen. Ja. Ja, goed. Met raad en daad. Maar ze hadden heel veel oplossingen voor kunnen zien. Opvangen, statushouders. Oekraïners hadden... Dus er waren veel alternatieven geweest. Ja. Ja. Etoon, onze pastoor Blom... Ja, die kaal, die weet ik niet. Volgens mij had die gaan wat beter aan zijn tankwagentje achter zijn auto hangen. Met wijwater erin. Maar weet je wat het straks wel is? Het is straks een unicum als je iets of iemand in de gemeente vindt wat niet gezegend is. Ja, dan is het wat er apart, hè? Ja, maar het is natuurlijk wel, hij maakt het daardoor wel heel laagdrempelig. Ja, doet hij. Dus hij doet hij goed. Doet hij goed. Ja, ja. Hij was bij de kaars en koffie. Koffie en kaars. Ja, dat gaat hij iedere maand doen, hè? Nou, ja, ik weet niet of hij iedere maand daar gaat zegenen. Ja, maar iedere maand is kaars en koffie bij Jake's. Ja. Op het parkeerterrein. Ja. De eerste dinsdag van de maand. Komen mensen met mooie auto's bij elkaar. Ja, ja. Kopje koffie drinken. Nou, en onze Blom die was er aan het... De fiets kon er ook bij zaten, als het moet zien. Goed, Tom, we gaan afronden. Ja. Hè? Ja. Ik vond het leuk dat ik dit mocht doen. Och, volgende week doen we nog een keer. Ja. En dan is Fred gewoon weer... Dan hoop ik dat je wel terug is. Daarna komt hij terug. Dan, weet het mij niet. Hey, als je het filmpje leuk hebt gevonden, even delen en reageren. En dan? Tot volgende week? Tot volgende week, zullen we maar zeggen. Hoi! Volgens mij zit Manon nu alleen hier op het fort. Is het hele college verder weer in rusten, in vakantiestand? En... Ja, dat zou goed kunnen. Dus misschien moet ze nou eventjes... Maar dan had ze verder onze excuus kunnen nodigen voor een bakje koffie, ja. Ja, ja. Dat hadden we Fred niet aan kunnen doen. Ja, dan was je voor teruggekomen. Ja, dan was je voor teruggekomen.